Een goede middag op deze e-snack over vertaaltools. Daarnet heb ik jullie een taak gegeven. Impliciet was die, hou u in stilte bezig. Expliciet was die, tel eens hoeveel talen dit zijn. Zet maar in een chat. Of ongeveer. Ik weet het zelf ook niet. Zeker 3, absoluut, 215. Nu, op de wereld zijn er heel veel talen. En daarmee heb ik mijn brugje gemaakt naar de slides. En de eerste slide zullen jullie ook wel kennen. Zet gerust maar in een chat. Dit komt van... Does it ring a bell? Het is de toren van Babel. Bijbelverhaal, ik bedoel daar niks mee, maar elke cultuur heeft zo van die verhalen. En hier is de grote spraakverwarring begonnen. En sindsdien zitten we met heel veel talen, volgens dat verhaal. Nu, we krijgen heel veel mensen binnen bij VDAB. Migratie is echt niet nieuw meer. En we willen al die mensen natuurlijk ook helpen. Dat is niet altijd evident. Gelukkig komt technologie ons helpen daarbij. Maar eerst nog een kort vraagje. Hoe ga jij om met anderstaligheid? Roep je dan een tolk bij? Gebruik je apps? Gebruik je gebarentaal? Hoe pak je dat aan als er iemand aan uw bureau staat die je niet begrijpt? Zet gerust maar in een chat. Say hi. Ja. Hapjes. Ja. Lens. Oh, veel ideetjes. Iets gemeenschappelijk zoeken. Translate. Er zijn veel manieren en we pretenderen vandaag ook zeker niet met de manier af te komen. We hebben er een aantal moeten uitkiezen, want het is gewoonweg veel te veel. Welke hebben we gekozen? Google Translate, DeepL, Fact, Say Hi. En dan iets dat ik nog niet volledig heb uitgewerkt, omdat het zo snel evolueert, iets over GPT en BART. De doelstelling is om u te laten zien waarin die apps goed zijn en waarin ze ook niet goed zijn. Zodat je zelf heel goed kan kiezen van voor deze situatie of deze situatie, wat zou ik nu best inzetten? We zullen eens van start gaan. Ten eerste, Google Translate. Waar vind je die? Je vindt die simpelweg in je browser of je vindt die als app in de App Store. Ik zou hier kunnen doorklikken, maar dan moet ik binnen de minuut terug van scherm wisselen. Dus geloof mij, de hyperlinks zitten hier achter. Wat doet die? En waarschijnlijk is mijn informatie al niet meer up-to-date, want dat gaat zeer snel. Maar bij het maken van deze slides vertalen die 108 talen. Je kunt tekst gewoon kopiëren en dan op Translate klikken. Iets met je vingers schrijven om het te vertalen. Je kunt ook offline vertalen. Je moet die talen dan wel eerst downloaden, maar dat gaat met 59 talen. Stel dat je in the middle of nowhere bent, dan ga je die nog steeds kunnen gebruiken. Er is een integratie met Google Lens. Dus hij gaat instant bordjes of zo die je tegenkomt op straat kunnen vertalen voor jou. Foto's gaat hij kunnen vertalen. En dat vind ik persoonlijk wel een leuke, hij gaat ook live gesprekken meteen kunnen vertalen. En natuurlijk ook teksten, documenten en websites. Hoe werkt die nu? En we gaan dadelijk live demo's krijgen hoor. Ik zal misschien gewoon die demo's gaan geven hè. Dat het handigste is. Een momentje.
En dan ga ik dit tabblad delen. Je ziet hier bovenaan een aantal tabjes. En we zullen misschien eens beginnen met een website. Ik heb hier de site van een NMBS. De NMBS was in slaap gevallen, dus doen we dat opnieuw. Ctrl-C om de link te kopiëren. Dus ik ga hier nu de link plakken van de NMBS website. Welke taal mag die staan? Zeg maar iets. Ten eerste die het zegt in de chat. Dan pak ik zelf iets. Het Roemeens. Ja, te laat. Ik had al iets gepakt. En dan ga ik eens zien wat hij daarvan maakt. Dus hierboven zie je dat er translate in die URL balk is verschenen, maar de site zou in het Roemeens staan. Nu, er staan nogal wat haar op mijn Roemeens, dus ik kan moeilijk oordelen of dit goed gedaan is, maar ze kunnen het mij toch wijsmaken. Dus volledige sites vertalen doet hij. Wat doet hij nog? Tekst. Ik ga nu even naar een ander tabblad om willekeurig wat tekst te kopiëren. Een momentje. Raf, mag ik ondertussen een vraag stellen? Uiteraard. Stel, nu met de site van VDAB, die wordt dan natuurlijk ook vertaald. De persoon wil naar zijn persoonlijk dossier gaan. Gaat die vertaling altijd meegevolgd worden? Ik denk het wel, maar je zou dat moeten testen. Dan gaan we een keer proberen door te klikken. Ja, ik zou het gewoon eens uittesten. Maar ik denk het wel. Ik heb nu terug een beetje tekst van de site van de NMBS. En ik laat die naar het Italiaans gaan. Ook op mijn Italiaans staat helaas veel haar, zodat ik niet kan garanderen of deze vertaling goed is. Het lijkt me in alle geval goed. Wat kan die nog? Afbeeldingen. Ik heb hier een afbeelding. Ik ga er eens misschien... Dus hier heb je... Ik had het al op voorhand gedaan, hè. Dus hier heb je een Engelstalige afbeelding. Ik heb die geüpload. En dan vertaalt hij dat. Je ziet wel dat met de layout en zo, daar wordt altijd wel aan gemorreld. Perfectie bestaat nu niet. Maar het geeft wel een goede indruk. In principe zouden zo VDAB-affiches op je scherm flop kunnen vertalen naar een taal, naar keuze. En wat hebben we hier nog? Documenten. En dan ga ik u meteen eens laten zien waar dat die goed in is en waar niet. Hè. Ik heb hier bijvoorbeeld een lesvoorbereiding informeel telefoneren. Vooral dat woordje informeel is heel belangrijk. Want Google Translate is heel goed in informele tekst. Dus deze vertalingen, gezien dat dat een informeel register is, mogen vrij zeker zijn, dat zal wel in orde zijn. Een heel ander verhaal wordt het wanneer we technische dingen of meer formele dingen gaan vertalen. Ik heb hier een notariële akte gevonden. Laat ik terug vertalen. Van misschien naar het Engels. Dan kan ik zelf oordelen over de kwaliteit. Ik ga het terug downloaden.
En dan zie ik hier al meteen een aantal rare dingen. Immovable property, ja, onroerend goed. Ja, in het Engels wordt dat zo niet genoemd. En zo staan er ook altijd een aantal rare dingen in. Dus voor formele dingen, ik denk dan, ja, klantencontracten of zo, ik kan me indenken dat dat nogal een formeel register is. Daar zal Google Translate dan weer niet zo goed zijn. Goed, dat is de browserversie. Wat ik heel leuk vind, is de appversie. Van een van de twee functies in de app heb ik een filmpje gemaakt, want anders had ik mijn telefoon moeten delen. Microfoon van telefoon, mijn Jabra microfoon en luidsprekers, dat is vragen om miserie, dus helaas geen live demo hiervan. Ik heb hem wel in het filmpje steken. Wat ik beter in YouTube had gestoken, blijkbaar. Ik zal even de link gewoon in een chat gooien. En daar zie je hoe ik gewoon een live gesprek in het Nederlands synchroon laat vertalen naar een andere taal. Dus als je op die link klikt, zie je een filmpje van een minuut en een half. Heel leuk daarbij is ook, Google Translate heeft daar zo'n soort van welkomstkaartje in. Dus dat is een wuivend handje om dag te zeggen. In de doeltaal van uw klant staat dan van, kom, laten we een gesprek gaan voeren met een app. Jij zegt gewoon in je eigen taal wat je wil zeggen. Ik in mijn taal en de app zal vertalen. Gewoon kort om uit te leggen hoe het werkt. Die vind ik heel leuk. Vooral voor informele gesprekken, maar ik vind die geweldig. Ik ga ondertussen iets anders klaarpakken voor een echte live demo. En daartegen hebben jullie waarschijnlijk dat filmpje gezien. Normaal gezien zie je mijn scherm maar nu. Ik ga naar mijn app. Ik ben een Futurama van. Hè. Ik open Google Translate. En dan hier beneden zag je gesprek. We gaan dat nu niet doen. Dat is waar dat filmpje over ging. Maar hier heb je dan nog eens dat kaartje. Dat uitlegt van kom, we gaan met een app praten. Wat ik jullie nu wou laten zien, is de camerafunctie, daar rechts beneden. Ik heb hier didactisch materiaal in de kamer van mijn zoon gevonden. En we zullen zeggen dat ik dat vertaal van het Nederlands naar het Frans. Even een boek uitgeslagen. En voilà, dat staat allemaal, het is misschien een beetje klein, maar het staat allemaal mooi in het Frans. Ik kan hem dan nu laten uitspreken voor mij. Ik kan hem daar een transcriptie van laten maken. Ik kan er van alles mee doen. Elle prit les planches sous son bras et courut avec elle sur le pont. Elle a empilé le bois sous l'épaisse corde de goudron où il était attaché à l'une des structures de piliers. Goed, dat hebben jullie kunnen horen, hè? Ja, dus op zich vind ik die ook wel leuk werken. Gaat heel vlot, dat is meteen ook een van de grote voordelen, vind ik, van Google Translate, het gebruiksgemak. Even terug naar mijn slides gaan.
En dat was een demo. Die hebben jullie dus net gehad. Waar vind ik hem niet goed voor? Vaktermen en formele termen. Straks gaan we afzien die daar echt wel voor gemaakt zijn. Informele gesprekken en conversaties, daar vind ik hem dan weer heel, heel sterk in. Nog eens kort samengevat. Uiterst geschikt voor mondelingregister. Kleine stukjes tekst, daar gaat hem ook heel goed mee om. Lange dingen, dat is vragen om miserie. In heel veel talen beschikbaar, zeer intuïtief. En dan een voordeel dat nu wel heel duidelijk wordt. Er zit een superkrachtige AI achter. Ik weet bijvoorbeeld, Microsoft heeft een vertaaltoepassing die erop lijkt. Maar er zitten nog steeds mensen achter die dat taalmodel zitten te voeden. Google heeft AI daar volledig losgelaten. Die leert zelf. Dus die morgen zal die beter zijn dan vandaag. Het kan langere tekst wel aan, maar ja, dat is een promopraatje. Vind ik hem niet zo goed in. Het is niet gemaakt voor geschreven taal. En het heeft het heel, heel lastig met vaktaal. Tot zover Google Translate. En dan gaan we eens... ik zie een handje. Gewoon even wijzen op een tip van Sophie in de chat. Sophie zegt, als tip, geschiedenis en ster is ook interessant en je kan die woorden en zinnen importeren in Sheets. Ja, ja, dat klopt. Dankjewel, Sophie. En Rudy zegt, ja, Google Lens. Ja, vroeger waren dat aparte technologieën, maar nu zijn die een beetje geïntegreerd. Dus als je een Translate-app niet hebt staan, je lens zal zeker zo goed werken. Nu niet de dialoogweergave, maar heel goed voor onze grijze jager hier weer, of een bordje aan de straat of zo. Heel handig. Cool. Ja. En ja? Evelien heeft ondertussen opgezocht hoe het zit met de privacy in het kader van mijn loopbaan door Translate halen. Maar eens lezen in de link die Evelien gedeeld heeft. Dus er worden in principe geen GDPR-regels overtreden, kunnen we concluderen. Goed nieuws. Jo. Dankjewel. Ja. Ja, inderdaad. Wat Geert hier zegt is van, ja, vertalingen gaan beter zijn naar gelang hoe meer data er aanwezig is over die talen. Hè. Dat gaan we op het einde ook zien met ChatGPT. Naar het Engels gaat hij geweldig vertalen, maar naar andere talen dan weer minder. Datzelfde principe. Het internet staat nu eenmaal vol Engels. Als we dat vergelijken met Nederlands, staat er een pak meer Engels op. Gezien die technologieën zelf lerend zijn. Ja, ze hebben veel meer Engels studiematerialen. Makes sense. Cool. Zullen we naar de volgende gaan? En de volgende, dat is DeepL. Blijf ik mijn scherm delen? En doe jij de demos of wat vind jij het handigste? Ik ga mijn scherm zelf eventjes delen. Laat ik jullie zo meevolgen, goed? Super. Oké, goedemiddag iedereen. Ik ga jullie vandaag tonen hoe je aan het werk kan gaan met DeepL. Ik ga jullie eerst kort uitleggen wat DeepL precies is en jullie dan terwijl ook demonstreren hoe dat het in zijn werk gaat. Ik ga alleszins al eventjes mijn scherm delen. Goed, oké. Wel, DeepL zeg je eigenlijk, het bestaat nog maar net sinds 2017, dus het is echt nog niet zo lang dat dat ontwikkeld is. Het is een vertaalwebsite, als ook een applicatie voor op je smartphone, dat ga ik zelfs eens tonen. Het is een vertaalwebsite die 29 talen ondersteunt. Je ziet hier links van boven wel 31 talen staan, nu als je daarop klikt, tel je er maar 29, dus ik heb geen idee. Ik vermoed eigenlijk dat het misschien
twee extra talen zijn voor een betalende versie of zo. Dat, daar heb ik het antwoord niet op gevonden momenteel. Wij zeggen meestal DeepL, maar eigenlijk zeg je DeepL, want dat komt van de afkorting Deep Learning. En er zit dus ook artificiële intelligentie achter, net zoals Google Translate. Je kan DeepL dus, DeepL dus terugvinden onder deepl.com. Ik ga eerst eens tonen, vertellen wat het verschil is met Google Translate. Eigenlijk is Google Translate, zoals Raf al eerder zei, vertaalt beter de gesproken taal volgens verschillende bronnen zou DeepL beter formelere teksten nauwkeuriger vertalen. Dus welke opties heb je dan bij DeepL? Deep of DeepL, hè? Ik zeg ook altijd DeepL eigenlijk. Je kan gewoon teksten vertalen, hè? Ik geef nu maar een voorbeeldje. Voor een mail bijvoorbeeld. Ik heb nu naar het Frans vertaald, omdat wij vaak als tweede taal met het Frans in contact komen. Wat kan je nog doen? Je kan dus documenten vertalen, bestanden vertalen zie je hier. Je kan dan kiezen tussen een PDF-document, een Word-document of een PowerPoint. Let wel, als je een PowerPoint kiest, dan... Hij gaat die dat vertalen in de juiste taal voor jou, maar als je die terugkrijgt, kan je die wel niet meer bewerken. Dus ik stel voor, als je daar ooit een PowerPoint-presentatie mee vertaalt, dat je eerst zorgt dat je PowerPoint volledig in orde is en dan pas de vertaling doet. Je kan achteraf dat wel bewerken, maar enkel als je een betalend pakket neemt. Daar kom ik zelfs nog eventjes op terug. Dus je kan hier gewoon simpel bestand selecteren. Je kiest je document dat je nodig hebt om te vertalen. En dan krijg je heel... Dan moet je eventjes wachten, maar dat duurt echt niet zo lang. Het is ook afhankelijk hoe lang dat de vertaling duurt qua grootte van het bestand. Hè, en dan krijg je gewoon een download daarvan terug. Ik ga eventjes kijken voor in de chat. Ah ja, oké. Goed. Waarom vind ik DeepL belangrijk om hier te tonen vandaag? Wel, voor hoe kunnen wij dat gebruiken in ons werk? Naar de werkzoekende toe, naar werkgevers toe enzovoort. Wel, voor teksten te vertalen. Stel nu, je krijgt een e-mail van een anderstalige klant en je begrijpt die niet volledig. Dan kan je heel gemakkelijk die mails via DeepL vertalen. Wat kan je daar ook mee doen als bestand? Als je een formele... Nee, ik ga eerst over het tekst vertalen nog doen. Als je nu zelf een formele mail zou moeten sturen naar iemand uit een Franstalige gemeente, uit een faciliteitengemeente, dan gebruik ik dit ook wel heel vaak om te zorgen dat het juist is, mijn vertaling, dat het formeel correcter is qua vertaling in mijn mail dan dat ik Google Translate gebruik, dan beter voor de gesproken taal. Wat kan je nog doen? Stel nu, je hebt ook een klant voor jou zitten met, uit een faciliteitengemeente en die wil graag zijn afsprakenbundel in het Frans ontvangen. Doet daar zeer moeilijk over. Ja, begin maar met het uit te typen in het Frans, daar heb je geen tijd voor. Dus dan kan je heel gemakkelijk de afsprakenbundel download die en dat dan als bestand vertalen hier, als PDF of een Word-document. Kan je dat hier direct vertalen, je print het uit voor de klant en dan kan die dat tekenen voor akkoord. Daarom vind ik dat toch wel een heel interessante. Wat kan je daar nog mee doen? CV's voor klanten, anderstalige klanten. Ik heb die vraag ook heel veel gekregen in het verleden. E-coaches zouden DeepL ook regelmatig raadplegen voor de CV's van de mensen te vertalen. Wat kan je nog doen? Ja, denk maar aan de IBO-contracten of BVS-contracten. Je bent wel en correct daarmee geholpen met DeepL. Dus daarvoor vind ik het toch ook wel een handige. Dan, ik ga eventjes nog vertellen over de betaalde website. Dus hier, je klikt dan bovenaan op DeepL Pro. Hier zie je een hele uitleg van
Wat zijn de extra's dat je daarvoor kan krijgen? Ja, dus de onbeperkte tekstvertalingen, onder andere. En hier kan je ook zien welke pakketten dat ze hebben. Dus Starter, Advanced en Ultimate. Waarom zou dat voor ons interessant zijn? Stel nu, je komt veel in contact met werkgevers en die zeggen van, kijk, ik heb nu net mijn zaak opgestart en ik wil mijn website niet alleen maar in het Nederlands, maar ook in het Engels en het Frans. Hoe kan ik dat vertalen? Je kan ze altijd dan doorverwijzen naar de DeepL Pro pakketten. Die kunnen er vlot voor zorgen dat hun website mooi vertaald is in een andere taal. Of bijvoorbeeld, dan nu dat je zelf in de toekomst zelfstandiger wordt of zelfstandig in bijberoep, dan kan je daar ook altijd gebruik van maken. Of bijvoorbeeld ook, ja, ik denk maar als bemiddelaar voor de springplankers. Je weet nooit, als die zeggen van ja, ik heb de twee talen nodig op mijn website, kan je ze ook naar DeepL Pro doorverwijzen. Ik ga eventjes mijn schermdelen stoppen. Ik ga even dan nog de applicatie tonen via mijn smartphone. Zo. Dan zie ik precies mijn scherm niet. Ik weet niet waarom het niet lukt. Ik kan nog eens opnieuw proberen. Oké. Ik denk dat het antwoord is. Ja. Goed. Je ziet, dit is de DeepL-applicatie voor je smartphone. Wat vind ik daar zo een interessante aan? Stel nu, ik denk nu voor de privé. Hè. Stel nu, je gaat op vakantie naar Italië. En je krijgt een menukaart, je gaat op restaurant, je krijgt een menukaart. En daar staat echt geen taal in het Engels. Er staat geen vertaling in het Engels of in het Frans of zo, of een andere taal dat je kent. En je zou die graag ook, net zoals Raf heeft getoond, met het boek willen de menu vertalen. Dus dan kan je simpelweg... Even mijn scherm kwijt, precies. Nou, dat gaan we eens proberen. Ja, voilà, we zijn terug. Oké, dus je ziet hier, hè, bovenaan kan je kiezen naar welke taal dat hij moet vertalen voor jou. En je ziet hier ongeveer rechts in het midden het cameraatje. Ik heb nu, omdat ik geen mooie Italiaanse menu vond, heb ik nu een Italiaans recept genomen om iets te vertalen. Dus ik open mijn cameraatje. Ik hou dat op het Italiaans gerecht. En ik klik dan op de camera, op de blauwe knop. Voilà. Wat kan je dan doen? Je kan dus kiezen om ofwel een stukje tekst te vertalen. Dan moet je erop swipen. Dus ik ga nu eens de tweede zin nemen met mijn vinger. Voilà. Zo, en dan zie je onderaan dat hij onmiddellijk die zin dat ik heb aangeduid vertaal. Je moet dan op het pijltje klikken. Voilà, en dan kom je daarop. Je kan ook kiezen, rechts onderaan zag je dan ook dat je kan kiezen om het volledige recept te vertalen. Wat kan je nog doen? Ik vind dat ook interessant. Rechts onderaan zie je opslaan, delen of kopiëren. Ik klik dan op opslaan, want ik wil dat recept in de toekomst nog eens maken. Voilà, en dan kan je in het midden onderaan klik je op opgeslagen items. En dan zie je dat je die tekst steeds kan terugvinden. Zo. Is er nog iets wat ik daarvan zeg? Ja, ik vond het wel een leuke om zo met het cameraatje te werken, om er foto's te trekken van zaken. Want ik ben bijvoorbeeld vorige week op het verlof geweest aan de zee en ik heb daar in een Indonesisch restaurant gaan eten. En daar stond op mijn Indonesisch bakje stond daar ook een tekstje op. Dus ik heb dat dan
vertaald. En dat was wel heel tof om eens te weten wat er eigenlijk op mijn bakje stond. Voilà, zo. Ik hoop dat jullie er toch iets aan hadden. Dat was het voor mij zo'n beetje. Mooi, dankjewel Natasja. Eén vraagje uit het publiek. Ja. Klopt het dat er op de gsm audio is en niet op de computer? Of hebben beide audio? Kan je het ook horen, de vertaling? Dat heb ik eigenlijk zelf nog niet geprobeerd. Maar ik denk dat wel. Hè. Je ziet hier toch wel die, ja. die microfoontjes links staan. Dus ik gok van wel. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ik denk het wel, ja. Alsjeblieft. Dan ga ik even terug naar mijn slide. Voor de volgende. Een verrassing welke dat zal zijn. Dus hier zie je, dat kan je achteraf nog eens nalezen, allemaal die voor- en nadelen. Dan ene die veel instructeurs zullen kennen, maar minder bemiddelaars waarschijnlijk. Fact! We hebben er ook een filmpje van, dat is aanklikbaar, maar we gaan een live demootje geven. Evelien, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik ga het scherm delen overnemen eraf, dus je mag stoppen. En ik ga jullie verwelkomen op mijn telefoon. Voilà. Zo, normaal gezien zou dat nu moeten gebeuren. Ziezo, welkom op mijn telefoon. En hier linksboven zien jullie de Fact app. Fact staat voor First Aid Communication Tool. En je gaat zien, de Fact app die heeft een meer beperkt publiek, meer beperkte vertaalopties, maar is zeer handig voor onze cursisten heel vaak. Nu, ik ga jullie eventjes heel linksonder slepen. De Fact app, ik ga even beginnen waar je normaal gezien begint, die werkt door je taal te kiezen en die gaat eigenlijk vaktermen vertalen. Iets wat we toch wel missen bij apps zoals DeepL en Google Translate. En die gaat ook een leeropportuniteit bieden. Zo. Hoe gebruik je de Fact app? Wel, allereerst ga je kiezen welke taal je gebruikt. Nu, mijn moedertaal is Nederlands. Tjok. En de taal die ik graag wil leren, dat is voor mij vandaag Oekraïens. Want we hebben natuurlijk wel een heel grote influx aan Oekraïense cursisten en klanten de laatste tijd. Nu, je ziet, de talen die geleerd kunnen worden, die zijn nog relatief beperkt. Ze zijn al meer uitgebreid dan vroeger. Dat is wel fijn. Oekraïens is ook een zeer, zeer handige toevoeging daaraan. Maar je ziet wel, ondanks het feit dat de talen beperkt zijn, zijn dat niet toevallig de talen die best wel vaak voorkomen bij onze cursisten. Ziezo, ik kies Oekraïens. En omdat mijn Oekraïens echt 0-0 is en ik spreek ook een beetje Engels, ga ik Engels ook aanduiden als een tweede taal. Voilà. Nu, in de slides, daar staat nog dat het heel erg beperkt is qua sectors tot poetsen en restaurant enzovoort. En dat bouw ook nog in de pipeline zit. Maar je ziet, er zijn toch best wel al een paar dingen bijgekomen. Agricultuur, poetsen. Ik geef momenteel nodel in de poets. Voedsel verpakken, de metaalindustrie en de horeca. Ik heb nu tijdelijk even poetsen en horeca geselecteerd om jullie deze demonstratie te geven. Voilà. Hij gaat nu woordenboeken downloaden, want waar Translate en DeepL in uitblinken, namelijk het vertalen van teksten, daar is de Fact app helemaal niet mee bezig. Wat doet hij wel? Wel, ik krijg voor mijn schoonmaak en restaurant eigenlijk een woordenboek met vaktaalwoorden en ik krijg daarbij ook een basiswoordenschat woordenboek, waarbij onder andere schooltaal en instructies en veiligheid best wel een belangrijke rol kunnen spelen bij onze opleidingen bij VDAB. Nu, wat is handig aan de Fact app? Ten eerste kan die zowel in het Nederlands als in het Oekraïens nu de woorden die hij vertaalt gaan afspelen, zodat ik kan luisteren. Ik kan de woorden op deze manier gaan opzoeken en gebruiken rechtstreeks tijdens de les. Bijvoorbeeld tijdens een les nodo over schooltaal kan ik mijn
mijn vraagwoorden eigenlijk meteen erbij nemen, zodat mijn cursisten goed kunnen volgen en dat ze mee zijn wat ik eigenlijk vraag. Maar wat is ook handig? Wel, als er een woord is wat ik vaak gebruik, dan kan ik in deze zeer intuïtief gebouwde app dat woord een hartje geven. En door dat woord te liken, om even de internettermen van de jeugd te gebruiken, kan ik dat woord ook in mijn persoonlijk woordenboek steken. Zodat mijn woorden die ik moet gaan studeren niet te uitgebreid worden. En die komen dan hier bij mijn favorieten terecht. Ik heb er momenteel 2 geselecteerd om het nog een beetje beperkt te houden. Nu, als ik doorga naar mijn vaktalen, dan zie je dat die ook allemaal ingedeeld zijn in handige thema's, om op die manier goed mee te kunnen, afhankelijk van welke les gegeven wordt. Bijvoorbeeld bij de poets, stel je voor dat we de les geven over soorten vuil, wel, daar staat gewoon een heel woordenboekje met visuele ondersteuning en een audio-ondersteuning en eventueel een tweede taal erbij. Voilà. Kan die dus een like geven, gaat naar mijn persoonlijk woordenboek. Wat is ook handig? Wel, als die woorden niet altijd heel goed blijven hangen, dan kan ik ook op oefeningen klikken. Oefeningen zijn zeer beperkt. Het is een beetje vergelijkbaar met de zeer basisfunctie van Quizlet. Quizlet is natuurlijk veel uitgebreider, maar hier kan ik wel een soort van draaikaartjes oefenen. Bijvoorbeeld in mijn favoriete woordenboek zie ik de visuele ondersteuning. Als ik dit even omhoog doe, dan kijk ik de pijl die wijst daar naartoe. Kalk, ik zie hier de Oekraïense vertaling. En dan kan ik zeggen, deze vertaling is correct of fout. Ik ga nu even zeggen correct. En voilà, mijn eerste woordje Oekraïens is geleerd. Ziezo. Wat is ook handig aan de FactApp? Wel, we moeten daar niet onnozel over doen. Heel veel van onze cursisten en klanten hebben niet altijd het beste internetabonnement als ze al internet hebben. De FactApp die gebruikt, die werkt eigenlijk ook offline. Dus als ik nu mijn woordenboeken heb gedownload en ik zet mijn 4G of mijn wifi af, dan kan ik nog steeds die woordenboeken gaan gebruiken. Ik gebruik nu vanuit mijn job heel vaak het woord cursisten, maar dit is ook natuurlijk handig voor mensen die rechtstreeks naar een job gaan. Dan denk ik maar aan mensen die al een ervaring hebben in de bouw. Stel dat het woordenboek van de bouw erbij komt, dan kan dit ook gebruikt worden om de instructies duidelijker te maken en om goed samen te werken. Voilà. Dan denk ik dat ik het meeste gezegd heb. Ik ga even kijken. Tjok, 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 tjok. Ja, wat zijn nu de positieve punten en de werkpuntjes van deze app? Wel, de vertalingen zijn vaak wel algemeen, zijn wel vakwoorden, maar natuurlijk, je hebt geen context, waardoor dat die vakwoorden niet altijd helemaal ondersteund worden door context en dat er soms toch nog, desondanks, de foute vertaling uit kan komen en hij kan geen teksten vertalen. Maar wat is hier super positief aan? Dat is dat het gaat over vakspecifieke woordenschat en de oefenfunctie en het persoonlijke woordenboek maakt eigenlijk dat je ook een beetje kan gaan differentiëren in het gebruik van deze app. Voilà. Dat was mijn demonstratie. Ik ga jullie terug van mijn telefoon zwieren en Raf weer het woord geven. Dankjewel, Evelien. Heel handige app, maar je ziet het, zo stilaan, ze hebben allemaal hun nadeel, hè? Wat dat ze goed in zijn en wat dat ze vooral niet goed in zijn. We hebben dan nog eentje, Werner. Say hi. Say hi. Inderdaad, dank u Raf. We hebben het al in de bericht een keer zien passeren dat Say Hi, iemand dat er ook wel gebruikt. Maar ik ga dat vandaag een keer aan iedereen eens toelichten. Ik ga mijn scherm delen, of mijn gsm delen, Raf. Mm-hmm. Ja. En dan open ik Say Hi, ja. Ik heb dat daar juist al een keer, ik gebruik het soms wel eens, maar goed. Dit is het startscherm. En je ziet onderaan meteen welke talen dat ik zelf heb ingesteld. Dus Nederlands en Frans. Als je die talen graag zou willen wijzigen, bijvoorbeeld van Nederlands naar het Arabisch. Ja. Het Nederlands, dat ben ik natuurlijk. En de andere taal kunnen we dan instellen door onderaan naast Français op het groene pijltje te klikken. Ja. Daar heb je de mogelijkheid om de app eigenlijk in te stellen. Dus je kan hier een andere taal kiezen. Dat kan bijvoorbeeld Arabisch zijn, Bulgaars, het maakt niet uit. Maar je kan ook hier kiezen welke invoer dat je wilt. Ja. Je kan typen. Als je ziet dat je merkt dat de app altijd verkeerde dingen begint te vertalen,
of heel vreemde woorden begint op het scherm te zetten, dan kan je altijd typen gebruiken. En dat komt wel eens voor. Maar doorgaans neem ik praten. En je kan ook, ga ik ook meteen laten zien, welke soort stem dat je wilt. Ik had deze nog toegevoegd, helemaal op het einde. ChatGPT. Steek uw digitaal handje eens op als je die al hebt gebruikt voor vertalingen. David, en wat waren de bevindingen? Ja, ik merk inderdaad dat Engels het best vertaalde. Ja. En dat komt inderdaad door de hoeveelheid data die hem in het Engels ter beschikking heeft. Ja, ja, inderdaad. Hij wordt vooral met Engels gevoed, dus vertalen naar het Engels, dat zal heel mooi gaan, maar voor andere dingen is hij momenteel nog niet rijp. Ik moet toegeven dat ik geen exotische talen uitgeprobeerd heb, maar gewoon Engels-Nederlands of Nederlands-Engels kunnen meer te goed. Ik heb het eens getest met talen die ik nu gelukkig mag vergeten, maar die ik op school had moeten doen, zoals Duits en zo. En ja, nee, trok ook niet veel. Maar ja, ChatGPT zit nu op 4, geloof ik, of die gaat uitkomen. En er is sprake van dat die ook live zou gaan leren, want nu... Die heeft maar informatie tot 2021. Ook Google Bard komt eruit, ook gebaseerd op zeer sterke taalmodellen. Dus dat is nog een beetje afwachten wat dat gaat geven in de toekomst. Maar ik kan er nog maar weinig over zeggen. Hoe? Sandra had nog een verzoeknummer gekregen om een demo over iets te geven, zag ik in de chat. Dat klopt, hè? Ja, ik heb dat gelezen. Het ging en zie jij nog zitten? Ja, ik heb al iets klaarstaan. Het ging namelijk over de DeepL-app. Ik gebruik DeepL ook heel regelmatig om heel snel, als ik op een webpagina zit, om iets te gaan vertalen, zonder dat die webpagina in de Google Translate webpagina te zetten of zo. Dus ik ga even mijn scherm delen en gewoon tonen hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is niet via de online pagina van DeepL of DeepL, maar het is via een app. Je kan namelijk de DeepL-app installeren. Ik ga even checken. Ja. Dus als je de pagina van DeepL bezoekt, dan heb je de mogelijkheid om die te downloaden, die app. En wat kan je daar ook mee gaan doen? Dat is teksten gaan vertalen via de sneltoets Ctrl plus CC. Als je dat doet, dan krijg je dit. Dus ik ga nu bijvoorbeeld het eerste deel van het Hongaarse volkslied voor jullie vertalen. Het staat ernaast, we kunnen dat mooi ook dan confirmeren. Ctrl CC, voilà, en ik krijg een pop-up venster. Ik ga even checken. Ah, het staat Portugees van daarnet, sorry. Nederlands. En ik ga even opnieuw doen, hè. Voilà. Dus dit is dan de vertaling. Ik zie dat ik één letter gemist heb. Maar heel snel kan je vanuit een webpagina of een klein stukje van een tekst, Ctrl-CC, als je die app hebt gedownload, en dan krijg je een pop-up venster en dan moet je nergens iets gaan opladen. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik regelmatig gebruik. Handig. Heel handig. Dankjewel, Sandra. Bedankt, Sandra, voor de aanvulling. Graag gedaan. En dat brengt ons dan bij het einde, wat meteen ook het begin was. Die toren van Babel opnieuw. Nu, we hebben nu van alles laten zien in deze e-snack. Het is maar een fractie van wat er allemaal bestaat, maar... Wat ga je nu anders doen of wat ga je nu eens proberen dat je denkt van tjuh, dat is handig en in welke situatie? Steek gerust uw handje op en dan mag je het woord nemen.
Of zet het in een chat. Werner. Het werken met de app is in deze niet gelukt, maar ik kan misschien wel vertellen hoe dat het voor mij heeft kunnen werken. En als je zelf met de app aan de slag gaat, wat dat daarin wel aandachtspunten zijn. Ja. Dus het is belangrijk als je met de app aan de slag gaat, dat je goed articuleert, rustig praat, maar vooral de mensen laat uitpraten. Ik denk niet dat dat alleen bij Say Hi zo is, maar je kunt zo geen hele vlotte babbel voeren, maar je moet elkaar echt wel aflijnen. Ja. Nu, Say Hi, ik vind dat niet zo geschikt voor vaktermen, voor een technisch gesprek. Dat is effect dus veel beter voor geschikt. En je moet ook wel die non-verbale communicatie eraf in doog houden. Hè. Je moet elkaar toch heel goed in doog houden. Als ze beginnen te fronsen of beginnen te glimlachen, terwijl dat niet de bedoeling is, dan is misschien wel eens nodig dat je herformuleert. Ja. Nu, op welke manier heb ik Say Hi ingezet? Voor onze Oekraïnse oorlogsvluchtelingen, hè. In de eerste plaats. Als we daar met 10 collega's zaten, 2 tolken, je moet je plan trekken en dat heeft gewerkt. Dat heeft echt wel geholpen. Maar vandaag ook personen met een basiskennis Nederlands bijvoorbeeld. Daar kan ik wel eens bij 1 of 2 vertaalde zinnen wel heel het gesprek mee verder zetten. Ja. Dus collega's, ga zeker eens aan de slag met Say Hi. Bekijk het zeker eens. Omdat ik merk dat vanuit de praktijk waar ik mee werk echt wel een handige tool is. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Van het publiek, mensen die zeggen van, die ga ik nu eens proberen, of dat is begonnen goeie, die had ik eerder moeten kennen. Ik wil nog eventjes dus antwoorden op Sophie, die vroeg of dat je dus ook, ik zie delen met vrienden, is het ook mogelijk met cursisten? Ja, je kan het wel gemakkelijk delen via sms of chat of mail enzovoort. Dus ik vermoed, ja, als je dat wilt delen met cursisten, misschien op mail. Ik denk echt wel dat dat mogelijk is. Ik heb het zelf nog niet getest. Dat niet. Nu, ik ga... tussen anders. Het is omdat ik het uitgetest heb met Google Translate en dat lukt niet. In Google Translate heb je ook audio. Maar als je dat is, ik ga gedacht van de URL-link delen via QR-code en de cursist scant QR-code. En zo raakt hij aan mijn opgeslagen vertalingen en audio. Maar dat werkt niet. Dat is volgens... Ik zie hier wel, als ik het uittest, dan zie ik gewoon de, bijvoorbeeld een van het Italiaanse recept, dan zie ik wel... dan, als ik dat deel, dan is het echt het Nederland, de Nederlandse vertaling van het Italiaanse recept dat je dan krijgt in je mailbox, bijvoorbeeld. Ja, dus maar de audio het, waarschijnlijk niet, hè? Nee, er staat, het staat er effectief niet bij. Nee, ja. Het staat gewoon puur de vertaling naar het Nederlands dat je dan krijgt. Ja, ja. Dus okay. Niet de audio dan. Nee. Oké. Okay. Right, ik denk dat we door onze tijd zitten eraf. Ik wil iedereen bedanken om aanwezig te zijn. We gaan afsluiten. Ik heb hier in de chat nog eventjes de bevragingen gedeeld voor de e-snack voor de volgende keer. Ik had ook gezegd dat ik jullie de QR-code ging even geven om rechtstreeks te scannen op de smartphone. Dus ik neem even de presentatie over. Voor de mensen die nu eventueel rap die bevraging zouden willen doen, je kunt deze QR-code scannen met de smartphone en dan gaat de game of de bevragingsgame opstarten. Het duurt ongeveer een kwartiertje om daar door te gaan. Dus iedereen die nu even tijd heeft om dat te doen, het is geapprecieerd en het gaat de volgende sessie alleen maar interessanter maken. Bedankt. Raf, Natasja, Werner en alle andere collega's die aan het woord geweest zijn. Het was zeer interessant. En we zien jullie graag de volgende keer voor digitaal welzijn. Voilà. Dank jullie wel, tot de volgende keer. Dag.